Hey allemaal, vandaag Jor vanuit de Gamingcast en welkom bij een nieuwe episode van de Minecraft-serie. En ja, vandaag heb ik weer een plan gemaakt, maar allereerst, ja, ik heb al een paar koeien gebreed, met wheat natuurlijk. En het zijn er nu een stuk of 20 hier zo of zo. Ja, 22 zijn, ja, geeft de entity count aan. Er zijn natuurlijk ook nogal wat mobs beneden in de cave zitten, maar nou, zo ongeveer zijn het er 20, laten we het zo zeggen. En ja, eigenlijk kan ik nu beginnen met... Ja, gewoon de koeienfarm zelf. Dus ik kan dit deurblok weghalen en ja, de babykoeien straks hier naar beneden laten gaan. En dan ja, de steak collecten. Maar vandaag hebben we op het plan staan dat we een blaze farm gaan bouwen. En ik dacht, ja, waarom niet, weet je wel. Want blaze farms die kunnen echt ja, heel handig zijn. Niet alleen voor de XP zijn ze relaxed. Maar ze zijn ook relaxed voor de blaze rods. En blaze rods, ja, die kunnen we natuurlijk, dat weten we allemaal wel, in een furnace gebruiken. En dan hoef ik niet, ja, mijn kool meer daarvoor te gebruiken. En dan kan ik kool bijvoorbeeld als decoratieblok gebruiken. Of, ja, je weet het niet. Hier zo heb ik het ook gebruikt toevallig. En, nou ja, voor andere dingen. En ja, blaze rods die gaan veel langer mee in een furnace. Dus dat scheelt dan ook wel weer. Maar in ieder geval, we gaan het dus in de nether bouwen. En dat is logisch. Ja, nog eentje wat, één ding wat ik wel even wil zeggen. Ik heb dit nu weggehaald. En ik heb al een design gemaakt voor hoe we mijn huis, ja, ons huis laten we zeggen, gaan maken. Maar ik heb gisteren ook wat paarden hier naartoe gehaald. En ja, hier zie je er een paar. Ja, het zijn er geloof ik 8. Het was eigenlijk best wel een hel om ze hier naartoe te krijgen. Maar ik heb ze van daar ergens. Nou, super relaxed in ieder geval. Oh, die Enderman ging weg. Ja, super relaxed. Ik had geloof ik maar 2000 blokken of zo moeten lopen. Dus het viel nogal mee. En als je dan... Oh, trouwens, je hebt gravel gestolen, vriend. Kom maar hier, ik maak je af. Zo, oh, hij leeft nog volgens mij. Waar is die? Hij is... Oh, daar is die. Oké, kom maar. 1 hit en je bent down, denk ik wel. Oh, nog een hit. Kom maar. Daar gaan we. Oké. Maar in ieder geval, vandaag gaan we dus een blaze farm bouwen. En we gaan het uit kwarts bouwen. Ik heb pas 35 blokken van kwarts. Alleen, ja, ik ga zo meteen dus wat veel minen. Ik heb hier mijn Fortune 3 pickaxe, ook al half kapot trouwens. Maar in ieder geval, ik heb alles bij me wat ik nodig heb, denk ik. Ja, wat enderpearls, ja, Fortune 3 pickaxe. Ik kan nog wat dingetjes wegleggen in de chest, want sommige dingen heb ik eigenlijk helemaal niet nodig. Ja, dus het gaat voornamelijk bestaan uit kwarts en wat nog meer. Wacht trouwens, laat ik maar gewoon het hout meenemen voor zekerheid. Voornamelijk gaat die bestaan uit kwarts en glas. Dus dat is eigenlijk best wel een chille combinatie. Dat past op zich wel goed bij elkaar. Trouwens, ik zag er net nog een gat in de koeienfarm. Dus die moeten we ook eventjes fixen. De chicken farm loopt aardig goed, moet ik zeggen. Het is echt behoorlijk relaxed om die te hebben. Alleen ik zal het nog zo meteen heel even snel laten zien. Eerst even dit fixen hierboven. En ja, het is een beetje een gedoe om steeds bij die koeien te komen als je wilt breeden. Maar nou ja, ik bedoel, daar heb ik het wel voor over op zich. Ik bedoel, een steak farm is toch wel eigenlijk relaxed, dus je mag daar niet over klagen. Oh crap, dat was niet echt handig. Volgens mij stond hij deze kant op en volgens mij stond hij op 4 ticks. Geloof ik dan. Anders zou ik de footage even terug moeten kijken. Maar oké, snel eventjes de chicken farm checken en dan ga ik denk ik materialen verzamelen om de blaze farm te gaan bouwen. En als ik dan de items heb gefixt, dan ja, denk ik dat ik dan zo bij jullie terug ben. Alleen zoals je ziet, de chicken farm die werkt eigenlijk best wel best prima. Het zijn natuurlijk nog niet echt hoge drop rates en zo. Maar dat komt omdat, even kijken, hoeveel chickens zitten hier eigenlijk in? Daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd naar. Hier zijn er pas een stuk of 12, dus ik moet echt nog wel eventjes gaan breeden. En waarschijnlijk 12 inclusief deze twee. Ja, dus zitten er maar 10 chickens hierin. Er moeten nog wel een stuk meer in. In ieder geval, ik ga denk ik de items verzamelen voor de blaze farm. En als ik de items heb verzameld, dan denk ik, ja, dan ben ik zo bij jullie terug. Oh ja, nog iets. Die Iron Golem Farm Cell, die onafgemaakte Iron Golem Farm Cell die je hierboven zien. Die gaan we een van de komende episodes ook afmaken, maar ik weet nog niet precies welke episode. Want ik zit me eventjes mentaal voor te bereiden op de villagers naar boven brengen, want dat wordt echt een hel. Maar in ieder geval de cel zelf, die ga ik binnenkort wel even maken. En hoe ik de villagers boven krijg, waarschijnlijk via een waterlift of zo. Ik heb nou eigenlijk nog geen idee. Maar ja, in ieder geval, ik ga eventjes wat resources halen om de base farm te maken. En ik ben zo bij je terug. Tot zo. What the heck, een spin hier zo? Wat? Oké, logisch, dat zie ik ook elke dag, maar niet eens. ik weet niet of jullie het zagen door de netherportaal heen, maar een spin was hier zo aan het verbranden.
Dat kan ook blijkbaar. Die is waarschijnlijk via het portaal gegaan een keertje. Maar nou, in ieder geval. Ik wilde eventjes laten zien waar de Blaze Farm precies is. En hoe ver het van het portaal af is. En het is echt een stuk of 10 meter. Maar dat is eigenlijk het relaxed aan alles. Dus ik hoef eigenlijk misschien niet eens een minecart system er naartoe aan te leggen. Maar in ieder geval, hier is dus het portaal. Dan kom je hier naar boven. Ik heb eigenlijk een torch weggemaakt. Zodat ik eigenlijk niet verdwaald kon raken. Maar ja, als je hier naartoe komt, dan is het hier eigenlijk al beneden. Dus het is echt vet dichtbij. Hier zo beneden is het. Ja, dat wilde ik eventjes aan jullie laten zien. Dus hoe ver het was. En het is dus eigenlijk helemaal niet ver. Het is eigenlijk gewoon super chill dat het gewoon dichtbij is. En wat ik eigenlijk even ga doen, is deze coördinaten eventjes snel opschrijven. Min 79 en min 146. Dan kan ik dit terugvinden als ik dat... als ik terugkom van mijn Nether Quartz trip. Ja, hier is de Blaze Spawner. Dus nou, lekker dichtbij. Super chill. En nou, ik ga lekker farmen, jongens. Tot zo. Uh-oh. Dingen worden hier gevaarlijk. Guests are shooting me. Oh, dat was... Oké, okay, je moet toegeven, dat was echt een pro-sniperschot. Nee, helemaal niet zelfs. Maar in ieder geval, de guests worden wel vervelend om mee te dealen hier zo. Maar sorry voor de veel cuts. Ik vond het even lachen om dat even snel te recorden. Dus tot zo. Het is enchanting time. We zijn level 30 en ik heb nog meer kwarts meegenomen om... nou, ik weet niet zeker welk level ik zou kunnen komen. Maar nou, ik denk nog wel rond level 20 of zo. In elk geval, we gaan nu eventjes enchanten. Daar is het enchanting station. En als we dat hebben gedaan, dan moet ik meteen even slapen. En we gaan vandaag een shovel enchanten. Dus ik hoop dat het iets chills wordt. Want deze is bijna kapot. Die wil ik wel gaan repareren nog een keertje. Maar hier hebben we sticks, dat is mooi. Daar kan ik eventjes wat van maken. Ik dacht, ik haal even wat sticks bij de witch farm, want daar heb ik genoeg sticks. Maar in ieder geval, hier hebben we onze shovel. Laten we eens kijken wat het ons brengt, zou ik zeggen. Efficiency 4, Unbreaking 3. Efficiency 4, Unbreaking 3. Juist, oké, dit zijn de shovels, jongens. Dit zijn de chillste shovels die je kan krijgen. En ik krijg er gewoon nog een, dus dat is mooi. Oké, ik heb hier verder eens nog meer kwarts bij me, gesilktouched. Ik dacht, als ik level 30 ben, dan zorg ik dat ik silktouched ga gebruiken, zodat ik ze nu ergens kan plaatsen en met Fortune 3 weer op kan pakken. Dus nou, oké, laat het even doen. Hier zijn de coördinaten nog in beeld. Ik leef voor nu even op brood. Ja, de chicken farm die moet nog eventjes warm draaien, want het is nog steeds niet helemaal op volle toeren. Ja, deze gaan we eventjes minen. Om nog meer kwarts te krijgen, dit is de kwarts die ik tot nu toe heb. Ik heb hier ook nog. Dus we hebben al twee stacks, dat sowieso. En natuurlijk nog deze blokken om te gebruiken. Zoals je ziet hier in de witch farm. Oh crap, dat was even een glitch. Heb ik aardig wat sticks en zo, dus dat komt allemaal wel goed hier zo. Maar laat ik eventjes daar naartoe gaan. En de blokken plaatsen, zodat we ze kunnen oogsten. Oh trouwens, nou laten we het eventjes boven de witch farm doen, dat is chill. Oké, nou zoveel mogelijk eventjes plaatsen, maakt even niet uit hoe of wat, als het maar gewoon geplaatst wordt. Ik heb geen zin om het in een hele mooie kubus te maken ofzo, wat sommige mensen doen. Als ik op YouTube kijk, dan maken ze er gewoon een mooie kubus van en minen ze dan, daar heb ik even geen zin in. En nog drie erbij, en dan gaan we dus weer opminen met Fortune 3, daar is mijn Fortune Pickaxe. En dan kijken welk level ik nog kom, ik ben nu al level 1, dus wel pretty nice already. Maar ja, in ieder geval, dan gaan we uiteindelijk dus aan de Blaze Farm beginnen. Want daar zijn we nog steeds aan begonnen. Dat is eigenlijk best wel triest. Maar ja, dan zie ik jullie zo als ik dit opgemined heb. Dan pak ik echt alles bij elkaar om te beginnen aan de Blaze Farm. En dan ben ik zo bij jullie terug. Tot zo. Ah, eindelijk hebben we hier eventjes een update om jullie te laten zien hoe ver ik al ben. Nou, zoals jullie zien, ik heb hier de spawning area al af. En daar beneden ook al een heel groot deel. Alleen ik heb nu een beetje een tekort aan Nether Quartz, of Block of Quartz, en dus ik moet nu weer een beetje extra gaan halen. Het is niet veel, ik heb hem bijna af jongens, de wiring moeten we nog wel doen, maar hij is bijna af, dus ja. In ieder geval, ja, ik ben zo bij je terug als ik meer quartz heb, en dan, ja, hij is bijna af, dus dat is chill, dus dat zo. Haha, ik heb als het goed is nu weer een stack quartz erbij, dit gaat echt lekker jongens. Dit is eigenlijk genoeg om hem af te maken, dus... Nou, ik ga denk ik de Blaze Farm afmaken. En ja, als die af is, dan ja, laat ik hem even aan jullie zien. Dus ik ga weer teruglopen. Ik ben nu op min 432, min 206. En ik moet terug naar min 79, min 146. Dus eventjes lopen, maar ja, ben er zo. Dus
Prima, en we zijn weer level 27. Dat is ook best wel relaxed. En hoeveel Pikmin wil je hebben op een kluitje hier? Nou, in ieder geval jongens, zo ben je terug. Oké, dan. Nu is hij echt bijna af. Ik moet nu alleen nog de wiring fixen en dan is hij klaar. Je ziet hier de pistons. En ik zal eventjes dit ook openmaken, want dat moet sowieso gebeuren. Als het goed is komen hier nog meer pistons tevoorschijn. Kijk aan. En nog een set pistons hierachter. Achter deze geloof ik. Ja, daar. Die moeten we gaan wiren. En op boven deze 8 blokken, deze cirkel, of nou, vierkant bedoel ik. Daar zit wiring op. Of nee, sorry, er zitten pressure plates op. En ik moet dat signaal moet ik pakken om de pistons te activeren. Dus wat ik doe is, ik maak de wiring van nether brick. En ja, even kijken hoor, dan moet ik het wel goed doen. Laat me even checken hoor, hoe dit precies moet. 1 seconde. Oké, je moet hier zo naar buiten gaan. Oké, en dan plaatsen we dit zo. Vervolgens moeten we eventjes daar ons een weg naar boven zien te banen. Trouwens, ik heb niet genoeg brick bij me. Wacht even, hold on. We hebben hier boven nog, dus dat is goed. Ender pearl hier naar boven of zo, of niet? Yep, gewoon even een ender pearl naar boven. Oké, ik heb hier een chest gemaakt, hier zo. En als het goed is heb ik daar nog juist, daar heb ik allemaal materiaal in. 64 zou wel genoeg moeten zijn om het te fixen. Ik heb feather falling, don't worry. Ik val niet naar mijn dood. Oké, nou, wat we hier dus moeten doen, heb ik de wiring meegenomen? Ja, ik heb wiring meegenomen, gelukkig. Ik dacht serieus dat ik dat niet mee had genomen. Hier bouwen we onszelf even omhoog, zodat we daar makkelijk bij kunnen. Om de wiring te installeren. Hier op 2 wiring, vervolgens gaan we hier naar buiten. En nog eentje naar buiten en dan moeten we de wiring hierboven krijgen. Dus deze twee even weghalen. En ja, ik weet het, ik gebruik diamond tools in de nether. Ik heb vandaag eventjes scheid aan dat. Daar heb ik gewoon even geen zin in om anders te gebruiken. Dus oké. De wiring is verder heel simpel. De bedoeling, kijk, er staan nog trouwens wat blazes op. Maar de bedoeling is dat we hierboven wiring krijgen. Dus het enige wat ik nu hoef te doen is dit naar boven maken in een trapvormig iets. Meer scaffolding. Zo. Dus in een trapvormig iets moet ik het naar boven krijgen. En ja, het is zo gebeurd, dus op zich is dat geen probleem. Dus dat moet ik voor elke doen. En dan zou het... Oh crap, daar moet nog een redstone dust. Kom op, kan ik daarbij? Kan ik daarbij? Nee, volgens mij niet. Wacht, even snel deze weghalen. En dan moet hier nog een redstone dust op. Die komt hier naar boven. En vervolgens kunnen we deze pistons activeren hiermee. Oké. Nou ja, zo werkt het dus. Het is heel simpel. Dit ga ik voor alle vier de kanten doen. Voor alle vier de kanten met pistons. En dan ben ik bij... Ja, en dan doe ik trouwens ook nog de andere wiring op, niet op camera. Want dat is echt ziek moeilijke wiring. Met comparators en zo. Maar ja, in ieder geval als hij helemaal af is, dan ja, zie ik jullie zo. Hehe, eindelijk heb ik hem afgemaakt. Het heeft me toch nog uiteindelijk ongeveer... sowieso wel 1 uur en een kwartier of zo... ja, heeft het geduurd. Alleen hij is af, als het goed is. Ja, nu kunnen de blazers gewoon spannen. En laat me even snel wat eten. Het was eigenlijk nog best wel een gedoe om de wiring te maken. Het was niet heel veel wiring, maar toch. Ik moest even opzoeken en zo, hoe hij het helemaal precies gedaan had. En weet ik veel wat allemaal. Maar als het goed is gaan we nu blaze zien spannen. En ik wil het even snel een test geven of het werkt. Dus als het, hopelijk ga je nu wat spannen, spanner. Kom op, je kan het. Aha, oké, blaze is gespand. Het kan even duren voordat ze naar beneden zijn, maar dat maakt niet zoveel uit. Laten we snel een kijkje nemen hoe ze gaan, of ze beneden terechtkomen. Hier is de wiring trouwens. Ik zal je wel even snel walkthroughen. Dit moet ik trouwens even blokken, want hier kunnen de blazes mij doorheen zien, denk ik. Dus dat blok ik wel eventjes met quartz. Even kijken of ze naar beneden gaan. Ja, het duurt altijd even. Dus, nou, ik hoop in ieder geval dat ze überhaupt naar beneden gaan. Anders namelijk het voor niks te doen. Maar als het goed is, zouden ze naar beneden gaan. Dus dat is goed. Oké, daar zag ik trouwens al meteen een issue. Als het goed is, blijft hij daar nu hangen. Wat er daar fout... Oh ja, kijk, ze komen nu wel naar beneden. Alleen deze piston... Oh, trouwens, die piston die zit op de verkeerde plek. Of niet? Nee, hij is extended. Juist. Oké, er is iets niet helemaal goed met... Wacht, ik haal die piston even weg. Weg, zei ik. Oké, en nu zou alles wel goed moeten verlopen. Wat die piston doet, is de blazes tegenhouden als er niet meer bij mogen komen. Alleen, ja, oké. Ze hebben mij net zojuist gezien, denk ik. Maar,
Ja, ik zit heel eventjes te kijken hoe dit zit hoor. Deze button is voor de blazers te crushen. En deze is voor de piston die hier net zat te extenden en vervolgens de blazers op zijn plek te houden. Alleen, ik heb een beetje een probleem met de wiring hierboven. Dus even kijken hoor, of dit werkt. Ik weet niet eens of dit werkt, dus nou, laten we even meteen een testrun geven, denk ik. Als het goed is de perfecte timing dat de blazers net niet doodgaan. Alleen, even kijken of dat zo is. Zo te zien werkt het nog niet echt. Ja, het is nog niet helemaal perfect als het goed is, maar wacht, ik kan ze niet eens raken trouwens. Waar zitten ze? Kan ik ze niet raken, of wel? Nee, volgens mij kan ik ze niet raken op een of andere manier. Oh jawel, die raakte ik. Oké, ik moet hier nog een beetje mee aan de gang gaan. Maar in ieder geval, ik zal sowieso voor zorgen dat hij de volgende episode helemaal ready voor is. Alleen, het glitcht hem nog een beetje, zo te zien. Geen idee waarom eigenlijk. Wacht, zet even die particles uit, die zijn vervelend. Die minimal, juist. Als ik die particles even uit heb staan, dan kan je wel beter zien. Ze blijven op hun plek, maar ik snap alleen niet hoe het crushing system precies werkt. Kijk, dit gaat dan allemaal aan en weet ik wat allemaal. En het gaat op een gegeven moment gaat het weer uit. En het schijnt de perfecte timing te hebben om ze dan one hit te killen ofzo. Alleen ik kan er niet... Ah, kijk, nu begint het al een beetje te werken, denk ik. Nee. Je kan ze hier alleen vanaf deze plek moeilijk raken. Misschien deze plek. Juist, oké, vanaf hier kan ik ze wel makkelijk raken. Alleen, het werkt nog niet helemaal. Het moet nog een beetje geperfectioneerd worden. Oh, trouwens. Waarom is mijn... Oh, mijn muis die kapt. Oké, dat is een mooi verhaal. Dan maar even naar mijn mousepad. Maar in ieder geval... ik hoop dat jullie deze episode een beetje leuk vonden. Het was een beetje... ja, het was niet heel... entertainment misschien, nou ik weet niet precies hoe ik het moet zeggen, maar het was wel nuttig voor de wereld in ieder geval. Nou, het was wel nodig om een blaze farm te maken in ieder geval. Maar ja, ik wil je dus bedanken voor het kijken en ik, ja, als je het een leuke episode vond, laat een like achter en ja, ik zie jullie in de volgende episode jongens, later.